Gisteravond was mogelijk de allerlaatste aflevering van La Dieselgate te zien, maar daar waren slechts 132.000 kijkers getuige van. Topa besloot vorige week het programma vroegtijdig van de buis te halen vanwege het coronavirus. Of er na deze crisis een vervolg komt, is nog altijd onzeker. Punt ik wil eigenlijk niet afsluiten, zei een duidelijk geëmotioneerde Merel Westrik na het optreden van het Cilia Dit was laat diesnacht, voorlopig. Voor nu was het de laatste. Voor Merel is het te hopen dat het voorlopig is, maar daar bleek vorige week nog geen sprake van te zijn. Topali toen weet nog niet bezig te zijn met de najaarsprogrammering. Er wordt nog hard gewerkt aan het schema voor later dit jaar en hierover volgt pas op een later moment informatie. Het is voor Merel dus nog maar af te wachten of haar programma ook na de hele coronacrisis terugkeert. Met de kijkcijfers van deze week geven wij dat echter weinig kans, en wat zou Angela de Jong daar blij mee zijn? Puntkijkers krijgen vanaf volgende week iedere woensdag een film voorgeschoteld, zoals Lavak en Bridget Jones Diary. We denken dat we onze kijkers daarmee op dit moment het meest plezier doen, zo laat de zender weten.